Epke Sonderland liek het wis van Olympische deelname. Harkema'se boys mat stap te bekdwaan. En Van der Bos zijn die te kloppen per toer. Dit is de sport van Mandy 4 juni. Goeien en welkom bij Bob Beslag. Maar ik nog omtinken voor FSC die te promoveren koe het NK Skillerien en de loop van Leeuwarden. Maar we beginnen in Slovenië, in Maribor. Want hij had het hem flikt. Juster op een wrootbekerwedstrijd knalde Epke Sonderland zijn nieuwe combinatie eruit. Een unieke prestatie met uitsjoegend goud. Op het EK misleerde de combinatie nog, maar juster ging het prima. Daarna ziet er nog wel een fout, maar troch de hege uitgangsweerde van Sampunt Njogan water met afstand eerste op de wrootbekerwedstrijd. Maar een heel risicovolle oefening nog neer vertoond. Als het verder weekend inderdaad net lukt, dan is het druk ik wel wat heger. En dan was ik gewoon je heel graag naar boven houden. En het viel ik goed van te verder. En de rekstok vulde goed en de training goed en goed. Dus ik kreeg wel een goed gevoel erover. Maar het moest wel even gebeuren. Na je weekend besluit het KNGU of het Sonderland of Jeffrey Wammers naar de Olympische Spelen giet. Maar na dit weekend liep het dat wel beslist. Nou, ik denk dat ik nou heel goed vestig naar dit weekend. Eigenlijk wil ik het gewoon graag hebben. Een goede hege score. En daarmee is het gewoon een hele goede voorsprong, denk ik. En die is naar mijn idee net meer in te houden. Voor Harkema'se boys is het doek van. Na twee jaar topklasse winnen Harkieten degraderen naar de haatklasse. In Werkendam moest Harkema'se boys naar de 4-0 thuis nederlaag met 5 goals verschil winnen van Kozakke boys. Maar het slagen net. De Noord-Brabanders woen met 4-1 en de Harkieten doggen een stap te bek naar de haatklasse. De opdracht van de boys: winnen met 5 goals verschil. Het leek het een mission impossible. Interimtrainer Bert Hollander houdt voorhouden door nog op een kierke. Je moet altijd van het beste uitgaan. En de jongens die hebben er wel vertrouwen in, maar dat zezen ze. Maar dat moet je in het veld dat zien. En ik heb er nog een klein beetje hoop op. Leerst zo'n van de oude spelers van Harkema die hier in het veld stenen, speel je Takamir voor een oren ploeg. Romano Denneboom zit blesseerd op de tribune en giet ek voort. Oebles Kokker is de laatste man en krijgt de ruimte om in vorm te komen en sjocht hier dat Jorrit Skra de eerste mogelijkheid in de wedstrijd mist. Harkema is in de beginfase dominant, bepaalt wat er gebeuren moet en liek het op een voorsprong om te trunnen. Maar hier toch het balbezit voor Kozakken boys, wat in die luxe zetel zit. Een 4-0 voorsprong verdedigen je. En dit is de eerste beste mogelijkheid voor Kozakken boys en het is voordaligs rekken. Want in de 13e minuut is het Jason Gomez Ferreira die het ek al in de thuiswedstrijd in Harkema twee keer scoorde, die het nu de score iepent. En dan, aan de linkerkant, Johnson Bakuna. Met een mooie individuele actie, maar die kiest dan voor eigen succes. Daar werd een paar jongens voor de goal stienen. Ja, en Bert Hollander, wat kan je dan nog doen in zo'n situatie? Hoop je dat jouw ploeg nog wat doet? Oebeles Kokker, mijn prachtig lopke. Maar het is de keeper Bas-Jan Muntend die de goal voorkomt. En in die fase hier Harkema'se boys de mogelijkheid om er njonken te komen. En dat bad dan ek via Rob van Bunderen. De 30e minuut schreeuwen we dan. En dan is het nog net heel dol onmogelijk. Zeker net als je sjoegt wat voor mogelijkheden er nog komen. Oebeles Kokker, een soort mij naar voren. Johnson Bakuna. En rjocht op een keeper. Weer een kans die net verzilveren wordt. Het is het euvel van dit seizoen van de boys. Het scorenvermogen lijkt gewoon te leeg. Lange bal naar voren. Weer Johnson Bakuna. Ken weer van gevaar zwargje. Johnson Bakuna. En weer de eigen mogelijkheid die het mist wordt. En hier hien de boys haar zelfs een grote chance bewezen kent toch minimaal 3 of 4 goals te meiden en zaten de kans te horen. Oebeles Kokker bezikert het maar eens van grote afstand, maar de bal die wil er net in. En zo geven we het schoft in met een tussenstand van 1-1. En dan Kozakken boys, die vanzelfs op eigen veld er lekker uitkomen kan en ik alle ruimte krijgt. En dan de fatale 2-1. 9 minuten nijdskoft. Arif Ildra Masbilek. Die tekent eigenlijk voor de genadeklap.
2-1. En dat betekent dat de boys 6 keer scoren moeten om erin te blijven. Daar komen ze bij lange na net in de buurt. Rob van Bunderen kopt oer. En het drama, dat wordt compleet. 60e minuut. Jason Gomez Ferreira met zijn 12e treffer. En dan maakt de giftbeker voor Harkemase boys helemaal leeg. Complete miscommunicatie tussen Werkman, Vellinga en Jacob de Vries. En één aanvaller passeert je drie verdedigers. Het laatste woord is ek on Kosakken boys. Arda Hafar passeert invaller keeper Ernst Pieter Bantema in de vierde hoeken en bepaalt de eindstand op 4-1. Harkemase boys leidt definitief uit de topklasse. En daarmee eindigt een dramatisch seizoen uiteindelijk met degradatie. 4 verschillende trainers, te min scorend vermogen, een groot volle lapenkoer en te vaak kreknet. Harkemase boys neemt voor eerst afscheid van het hoogste amateurniveau. Oebele Skokker speelt nog 4 weer in de Harkema. En na 4 prachtige seizoenen volgt nu dus degradatie. Ja, we zijn fantastisch begonnen met 2 kampioenschappen en een promotie naar de topklasse. Ja, en... dit seizoen, vanaf de eerste speeldag, weer het gewoon heel moeizaam. Ja, waar is het misgang? Ja, eigenlijk al laatst vorig seizoen. Martijn gaat naar Cambuur, Dennis Kroonen gaat naar VVOG, naar Apeldoorn, AGOVV bedoel ik. Mark Dijkstra gaat naar Cambuur. Ja, daar komt dan Helst en Kolder, die dan krijgt een week voor het begin van de competitie naar Go Ahead Eagles gaat. Ja, dat speelde ik erop bij de jongens in de hal. Wie brengen 40 goals geen voort en wie haal je er niks voor? Waarom? Dat had ik wel mijn een stuk kwaliteit in mij, denk ik. En zo realistisch moet je nou toch wel wijzen dat je gewoon. En dat je in principe met de onderste vrouwen mij komen kennen voor de rest koer dit seizoen net. Achteraf dan is het alle jaar correct net en dat is gewoon het seizoen. Wie wil graag het hoogste niveau voetballen in Harkema. Alleen als het dan niet meer mogelijk is, dan mag je zeggen, nou, dan maak een stapje waarom. En misschien doe je 2 stapjes waarom, om 3 stapjes vooruit te doen. Dus ik denk dat we nog gewoon de tijd nemen moeten om met het nieuwe elftal wat ontstaan is, goed te bouwen. En dan na 1 of 2 jaar gewoon zeggen, jongens, Harkemase boys, dit werd ze staan moeten. En dat is voor u dan hopelijk de opklasse. De selectie van de boys zal in Greven verorren worden. Het is ik nog net wist of Oebele Skokker takken seizoen op de Bosch speelt. En Harkema, dat is een fantastische club om voor te voetballen. En het is als speler is een hele eer om bij zo'n club te spelen, maar ze volle toeschouwers en zo. Alleen en dan komt zeker een keer op momenten en dat de sportieve keuzes om de hoeken komen. En en dat is voor mij de komende weken gewoon even rustig bezinnen dit. En dan maak ik wel een keuze. Nou, zo rustig is het dus blijkbaar net. Want Joet is bekend worden dat de oergang van Oebele Skokker naar Cambuur zo goed als wis is. Beide partijen hadden het bevestigen. In de rin van deze week moet het roem komen. Niks rest, Oebele. FVC spelen juster voor de laatste kans op promotie naar de haatklasse. Tegenstander wie Hogeveen. Pinksterman die stien beide ploegen in Hogeveen voor elke roer. Die wedstrijd eindigen in de 1-1. Op het eerste gezicht dus een goede uitgangspositie voor de Leuters. Na de 1-1 in Hogeveen hier FVC goede hoop op een goed resultaatje in de haatklasse en degradatie knokt. Maar uitzien de eerste 4 minuten waren het al vrij rap duidelijk dat Hogeveen de boppelissende partij weer. Ziet een paar oren spelers in ten opzichte van Arun Mandi en Hogeveen weer gewoon de betere ploeg. Dit Scott van Coulier rekken de peel en dan is er altijd Mark Drent, de toekenspits van Hogeveen die het aanronden kan. En keeper Skaafsma, kansleerslid. Coulier mag ik wel heel vrij zitten en daar zit Drent Ekkel helemaal vrij. En binnen 4 minuten is het Arlikan al dier bij FVC, want FVC rent dan al achter de feiten om. En het is dat er een hele goede keeper op een goal zit, Sander Skaafsma. Hij redt de FVC'ers op deze kans van Hogeveen. De Leuters komen gewoon net onvallend aan. Het is Hogeveen wat de klok slacht. Hield hij binnen zijn werk gevaarlijk en hier is het Jeffrey Hollander die het om de neetremmen loekemat. En dat betekent een penalty voor Hogeveen in de ultieme kans op een 2-0 vastsprong. Onvoerder De Lange die neemt die penalty, maar ik zei het al, er is een keeper in vorm bij FVC, Sander Skaafsma, en hij pikt die penalty eruit en staat bleuter hoop bij FVC.
Dikwijls onvallend stelt het meeste net voor. De voorzitter van Geert Faber, dit wordt uitverdedigd door Hogeveen. En dan blijkt dat de haatklaster in de omskakeling ongelooflijk rap wijzen kan. Hier gaat de paas naar de linkerkant, naar Van der Tuin. Die kan een heel eind komen. Houdt het toezicht en shit dan en hier een better even breed lezen kunnen. Maar het zuid alles van de onvalskracht van Hogeveen. Dat gewoon de boppel is in de partij weer. Hier is hij weer in balbezit. Die rappe spits, Mark Drent. Kan hem aanlezen. Bal gaat naar de linkerkant. En dan komt daar in één keer Manning wel heel makkelijk voor verdediger Erwin Bleker van FVC. En zien intikker is ook Sander Skaarsma, de keeper, te machtig. 2-0 en dan is de wedstrijd eens al spelen. Een vrije trap nog van Geert Faber in de eerste helft. Kan nog inkop worden. Maar dat weer volgens een beetje het gevaarlijkste moment van FVC in de eerste helft. Nog een aanval van Hogeveen. Maar een knap schot en dat werd lekker goed pareerd door Sander Skaarsma. Want hem had het bepaald netline. 2-0 de rest dan bij FVC Hogeveen. En dan moet er wat bezocht worden voor zelfs. En in de tweede helft beziek het FVC ik wel wat meer. Brengt Claudio Tavares en disse René Hoen, lang blesseerd West, nog in het veld. En dan is er altijd sprake van een oprisping bij die twee spelers. Dat zullen we samen kennen. Maar het visier is hier bepaald net op scherp bij de Ljouters juster. En geen de tweede helft waar het duidelijk dat succes in dit Hogeveen er eigenlijk net in zit. Vrije trap van de Hogeveenders. Kan makkelijk inkop worden, maar Doorn die had het vizier in dit geval ook net op scherp en dus bleef het 2-0. Staren gewoon geven hij de slotfase van de wedstrijd. Nog een minuut of 20 te gaan. En de gaat hij weer, Mark Drent. Prachtig oezichtje dat Ten Kate komt en het stiffie van Ten Kate is mooi. En voor de derde keer is Sander Skaarsma de keeper van FVC Sloijn. En dat deelt eigenlijk voor de hele ploeg van Bert Hollander. 3-0. En dan weer natuurlijk FVC zal ook het komende seizoen weer op eerste klasniveau acteren matten. En Hogeveen maait op een ei in de haalklasse besiekje. Het is een prachtig stiffie van Ten Kate die de eindstand van 3-0 op het boord zet. Sander Skaarsma, on hen had het dus netline. Maar FVC die je gewoon net bij machte om het Hogeveen lastig te maken. En nou de Ien in Drenthe, in Hogeveen, dat ze nou genoegen nemen met een 3-0 verliers. En een plakje in de eerste klasse Takkemier. Van het begin aan, nou, op de eerste 5 minuten na, toen waren zij de bovenliggende partij. En ja, dat maken ze dan ook af. Onze keeper redt ons nog een paar en dan, ja, dan staat het met de rust 0-2. Ja, oké, okay, dan loop je erachteraan en dan probeer je de tweede helft naar de bakers te verzetten. Maar eigenlijk zijn we niet een moment in de wedstrijd geweest. Ja, wij zijn aan het bouwen en misschien is het ook wel beter zo, dat mag je niet zeggen. Maar ik denk voor FVC en voor de competitie die eraan komt. Volgend jaar zitten er 7 Friese ploegen in de eerste klas. Ja, dan moet je een half uurtje treuren en dan moet je op naar volgend jaar. En dan is het niet anders. Zij is het. Skielerneur Elma de Vries is sneun in Staphorst Nederlands kampioen geworden op de marathon. De 29-jarige Vriesinne kwam solo over de streek en pakte haar zonde NK-titel. Manon Kamminga van het Jereveen pakte het zilver. Elma de Vries, jedder van de Houle, die rekert 10 kilometer voor de eind alleen nog voort uit het peloton. En in dat peloton Manon Kamminga, haar ploeggenoten en de regerend Nederlandse kampioenen, zij maakten in de achtervolging. Maar het is Elma de Vries die in 2001 voor het eerst Nederlands kampioen waard. En nu pakt de Meppelse haar zonde titel in haar carrière. Het is wel eentje waar ik super blij mee ben. Of tenminste eerder was het natuurlijk vaak een beetje, zat ik in de favoriete rol en... een paar jaar was het zelfs een soort van als verplichting dat ik moest winnen. En dan ligt die druk wel veel hoger, maar heb je ook wat meer zekerheid. En nu waren eigenlijk alle ogen denk ik meer op Manon gericht. En dat ik dan op deze manier er vandoor kan gaan, is een heel lekker gevoel. Elma de Vries! De hele marathon bij de loop van Leeuwarden waard juster een prooi voor Kenianen. In Hardenskaat die een twee Friesen goed mooi. Erik Negerman, oorspronkelijk van Bolzet, waard vijfde. En Raymond van Lunzen van Ljouwert waard zesde. Voor beiden luidde focus ik net op deze wedstrijd. De loop waard woont troch Robert Langat. De loop van Leeuwarden wie dus prooi voor deze treien mooie. Negerman en van Lunzen wien was tevreden over haar eigen wedstrijd. Een rustige start voor de groene ster haalde ik Franke Smit staan nog in. Maar ik liep te piepen en te kraken en daarna vond ik het ritme wel weer wat. Maar
1.12 hoog kwam ik binnen. Dus, geen super tijd, maar desondanks nog wel tevreden. En Boppe Dat leidt de focus op de slachtermarathon. Erik Negerman is daarvoor de favoriet. Dit is voor mij de zwaarste week, de zwaarste trainingsweek. En dan, ik ken nog niet zoveel marathons lopen, maar dan is het wel leuk om dan, dit is als laatste echte test te lopen. En dan eigenlijk een beetje als afronding van het zware marathontraject. Dus en dan, ik zei net tegen Raymond ook, nou lekker twee weken bijkomen. Zorgen dat de batterij weer goed oplaadt en dat de scherpte ook weer wat terugkomt. En dan is zijn wedstrijd is dan leuk, omdat het stimuleert toch om nog zo hard mogelijk te gaan. En in de training dan lukt het echt niet meer om nog zo hard te trainen. Dus dan is het een mooie laatste test. Waar verslacht het per tour van Gert-Anne van der Bos? Dat is dit hier de vraag in de haatklasse van het Keertsen. Together my take, Triemstra en Daniel Iziger is het trio van der Bos het te kloppen per tour. Zei ik juster op de eerste echte belangrijke haatklassewedstrijd van het seizoen, de Eisinga-partij in Dronriep. Het Keertsen is wel los, maar we maken even een lietsietsprongje. In het tennis ga je Roger Federer. In het voetbal hebben we tegenwoordig Barcelona. In het golf heb je Tiger Woods. Here it comes. Oh my goodness. Oh, wow. En in het Keertsen hebben we... Die van het bos misschien. Nou, dat hele bos CS wijze neem ik om. Ja, nee, die maatje momenteel de chance uit. Jan-Dirk de Groot. Leuk rapje, hè, van Reze Pieter. Hij bedoelt dus zijn eigen patour, Sint-Niklis. Nou ja, ik denk dat wij van onze eigen kracht uitgaan. Dan kan ik mezelf niet afvallen en dan heb ik een van de betere opslagers bij me. Absoluut. Ja, wat zelfvertrouwen. Nou ja, zonder dat vaart niemand wel. Het is mooi, dat zelfvertrouwen. Maar Reze Pieter weet ik wel, het patour van Gert-Anne van der Bos is heer en meester. En dat al een aantal seizoen lang. Dat witte de orenpatouren namelijk ik. Ja, dat stond van tevoren stond het inderdaad vast dat het patuur is waar wij toen opboksen moeten. Op alle vlakken ben ik gewoon de beste. Nou ja, en dat klikt nog en dat is mij ook gesteld. Ja, dat is heel moeilijk te bekeersen. Wat zou dan dat tactiek wijzen, Matten? Wij opties pakken kunnen? Ja, dat is in principe, als je het nou binnen, als je het nou zegt, dan is het heel simpel. Dan zou je zeggen van, ga dan een keerts, bezoek je van Daniel wat munten moet zien. Ja, en om teken in de keertje en die heb op Daniel. Dat zou in mijn eigen tactiek wijzen. Maar ja, dat maak ik al dit slagje vanzelf. Viel je hem dat je hem altijd maar een te kloppen per tour binnen? Nou, ik weet net. Op zich net, want als we draaien dan is het zo je te juichen. Dus ja, daar strijden we een beetje voor om dat te zien te gaan. Een van de patouren die het van de Bos en consorten misschien onkin is dit patour. Volkert van der Wij en Karel Nijman in het perk en een good old Johan van der Meulen als opslager. De Waardman is weerom op de Frieske Vion. Na een ier scheude piloot in België is hij maar al te blied dat hij weerom is in Friesland. Het gevoel is heel goed. Ik ben heel goed ontvangen werd, dus in dat opzicht dan ben ik heel blied dat ik hier weer ben. Ja, mist het Belgische kids net? Nee, ik heb er net een moment mist. Nee. En op zich, het gaat ook wel aardig kids, dus dat scheelt natuurlijk ook. Zou het net goed gaan, dan is het misschien wat meer heim bij hem, maar dat absoluut net. Nee, ik heb het tegen aan mijn zin. Een orenuitdager van het patour van Van der Bos is het patour van Martijn Olijnsma. In de Dronriep, ik in de hele finale, maar hier onder super gaat het nog net. Al had dat ik een reden. Olijnsma en Hielke Bruinsma hebben van het keertseizoen een auto-ongeluk gehad. En daar had benamen Olijnsma nog wel wat les van. In de hele finale is dan ik al, maar 5 om 1 in het patour van Jan-Dirk de Groot. In de finale van zelfs ik het patour van Gert-Anne van der Bos. En het wordt een fraaie finale. Het patour van Van der Bos maakt te volle fouten. En de grote die keert ze verrekte degelijk. En pakken een verrassende vastsprong van Fjouwer om Ingen. Kenmerkend van het wedstrijd is een mooie bobbeslag van Pier Piesma. Dat is vanzelfs net samen een patourke. Dit is wel het patour van Van der Bos. Wat? Traaien is naar achter. Even omzetten en dat doggen ze. Ze komen waarom? Want Fjouwer is een gliek. En ze komen zelfs op 6 Fjouwer, maar dit is bobbeslag van Teke Triemstra. Gert-Anne van der Bos dan. Had het dan net Hielendal in deze partij, maar als hij op de proef stelt wordt, dan wordt hij kremietig, dan wordt hij lulk en pleert hij sokken zitbal. Sipetour komt hier dus op 4 van Fjouwer. Maar de Groot, Hielendal en Piesma binnen knokkers, ook zo degelijk en ook zo toek.
Ze komen op 6-4 en Renze Pieter Hiemstra keert hier voor de kids. 4 wezen liek dus. Jan D. de Groot met de opslag. 4 wezen liek, 2 geliek. Spond, laatste eerst dus. Hier, de poppenslag van Teken Triemstra. Jan D. de Groot appelleert toch wel dat hij de bal kweer gaat. Maar nee, dat gaat er net. Een poppenslag en dus 4 geliek, 4-2 in het voordeel van de toer van Van der Bos. Renze Pieter Hiemstra, daar kiezen ze wel op liek zich te brengen. Maar brengt die bal boeten. Het toer van de Groot op het deer. 4 geliek, 6-2 van Gert Anne van der Bos. En hij onder opslag. De stylist Uit Holwert had soms 10 opslagen. Werd een effect al zit. Net een biljatter als Dick Jaspers nog een puntje ontzoeken kan. Hij krijgt een putje die hij het laatst had. Die werkmaatje, beslissend wijze. En de dotter. Hier ik weer een geweldige zitbal van Gert Anne van der Bos. En dus wint hij het hier met Triemstra en Daniel Iziger. De IJsselkampioenpartij in Doorriep. En van Iziger en van der Bos de eerste keer. Wat een geweldig gevoel, jou. Zo oppermachtig. Ja, maar op zich is het nog niet heel top. Wat je zo naar je opslag. Ik vind zelf dat ik nog net steenwerk voor hier stien. En het hier ervoor. En het perken zien in het finale is het gewoon helemaal super. En een opslag kan wel iets beter worden. Ja, oké. Okay, maar wacht je even. Nou ben je hem al te kloppen per tour. Je wint eigenlijk alles wat er te winnen valt. En dan zou je het kind eigenlijk nog wel beter. Ja, even liet ik wel eens even de stekjes vallen. En dat maakt er nou even uit. Kening in Doorriep waard Teken Triemstra. Kenning Teken. Want Safië de sport in Bobbeslag dadelijk skiesje en uit Nijs Joet. Ik wens je een heel mooie junta. Doeg!